ken de Bijbel heel goed. En toen vertelde hij het daarna. Haalde hij zijn vrouw erbij en zijn twee kinderen. Dochtertje was verkleed als prinses Leia en de zoontje was de Skywalker. Met zo'n lightsaber. En hij vertelde me dan dat ze door mijn Star Wars website weer naar de kerk waren gegaan. Want de kinderen die hadden aan tafel zo veel gehoord over Star Wars. En toen dacht ze, vader vertelde dat een priester en die heeft de Star Wars website. Dus dan de kinderen gezegd. Maar papa en mama, moeten wij dan niet gewoon naar de kerk gaan? Want misschien heeft onze pastoor ook wel iets met Star Wars. Met deze vrienden ging ik naar de kerk. Nou, de pastoor in kwestie wist niet eens wat Star Wars was. Maar hij was wel heel aardig en ze zijn zo blijven plakken. En het was dus voor hun een manier waarop ze toch weer met de kerk in aanraking zijn gekomen en weer terug zijn gekomen naar de kerk. En zo hoorde ik het ene verhaal naar het andere. En dacht ik, nou, dat is nou eigenlijk het mooiste wat je als priester kan overkomen. Is dat je mensen helpt om weer terug te komen bij God. Of om met God in contact te komen. En als ik me niet bezig had gehouden met Star Wars, wat een heleboel van mijn collega priesters belachelijk vonden. En waar de bisschop ook zo'n grote vraagtekens bij had. Bij die hobby. Als ik dat niet had gedaan, was ik nooit met die mensen in contact gekomen. En waren zij ook nooit in contact gekomen met een priester en met de kerk. Dus ik ben dat verder gaan ontwikkelen. En ik ben jaren later ben ik begonnen met radioprogramma's te maken op internet. Podcasting. Dus kunnen mensen downloaden. En je hebt die mobiele apparatuur allemaal, de iPad, de iPhone. En je kunt dus heel makkelijk even een interview opnemen, een radioprogramma, en dan kunnen mensen downloaden waar ze ook ter wereld zijn. En toen ik dat begon te doen, was net Harry Potter een groot succes geworden. En ik had het al een beetje gemist, want op dat moment zat ik in de woonkamer, was ik aan het studeren. En las wel dat Harry Potter heel populair was, maar ja, dat is een soort kinderverhaal, dat hoef ik niet te lezen. Totdat ik op een avond in Rome ben naar het eerste Harry Potter film ben gegaan. Samen met, en dat kan ook alleen maar in Rome, samen met twee paters en drie priesters. We zaten zelf op een rij, omgeven door kinderen die allemaal met die ronde brilletjes gekleed waren als Harry Potter. En wij zaten daar als een soort van enclave bij elkaar voor het eerste Harry Potter film. En een van die paters was een grote Harry Potter fan. Zelfs zo'n grote fan dat hij Harry Potter in het Latijn las. En hij heeft mij ook een exemplaar gegeven. Harry Potter. Ik zal even een stukje voorlezen, anders geloven jullie niet. Dominus et domina Dursti, vivebat in enibus gestationis, strorum numero 4 signatis. Non si è superbia di ceba, si è razione ordinaria di venti, tutti i negoi, se vedi, non va niente, si è razione. Nou, als je wil weten wat ik met de vorige week met Stefan Kasper vraag, dan moet je in het Latijn. Hier, Kasper. Maar ja. Maar de vader zei vandaag, je moet het goed opletten tijdens het echte want Harry Potter is eigenlijk een heel christelijk verhaal. Ding. Toverkracht, heksen, vliegen door de lucht op een beetje, dat lijkt nou niet echt heel erg christelijk. Nee, je moet eens opletten wat er gebeurt in het zwarte woud, in het donkere bos. Op een gegeven moment, in die film,